Zo, welkom bij de volgende boekpromotie in 5 minuten eigenlijk. Ja. 5 boeken gaan we promoten. Het vraag is voor het eerst dat we 5 boeken gaan bespreken in 5 minuten. Gewone leesboeken. Ja. Je zit echt aan het kijken, ja, prentenboeken, hologram en informatieboeken. Maar nu gaan we wel leesboeken gaan doen. Ja. En we hebben een thema gevonden, namelijk iets wat te maken heeft met ruimte. Dat is wel een heel breed thema. Ja, nee, een buitenaards tientje. Ja, oh, dat is wel breder. Boeken met een buitenaards tientje. En daarom heb ik iets groens aan gedaan. Ja. Dus vandaar. En weet je wat leuk is? Sander mag beginnen vandaag. Dat vind ik echt een hele eer. Daarom. Nou, waar ga ik mee beginnen? Ik ga beginnen met een reisbureau Wereldvreemd. Nou, als we het over een buitenaards tientje hebben, dan zit het zeker hierin. Want dit boek staat bol met verschillende werelden. Werelden die niet zoals de wereld van ons is de aarde. In reisbureau Wereldvreemd volgen we Felicity, die ook al Flik wordt genoemd in het boek. En die komt in het dorpje Little Wyverns. En daar komt ze een oud reisbureautje tegen. En dat reisbureautje, dat is dus reisbureau Wereldvreemd, waar Jonathan Mercator werkzaam is. En dat reisbureautje staat bol van de koffers die portalen vormen naar andere werelden. Je ziet ook een paar werelden hierop staan. 5 lichten onder andere. Dat is een stad waar ze naartoe gaan. En ja, die werelden die zijn allemaal met elkaar verbonden. Maar die verbindingen, ja, hoe die nou stand houden, daar valt nog wel wat aan te tornen. Daar zitten dingen in die niet zo goed zijn. Ja, in dit boek is eigenlijk een soort kennismaking met de serie. Ja, ik begin ook met een serieus boek. Dat is Jane Doe. En dit is deel 2. Je hebt ook deel 1. En Jane Doe gaat over een meisje dat vervloekt is. En meisjes die vervloekt zijn, dat is altijd een super cool begin van een boek. Denk aan Harry Potter, denk aan Nevermore. Er zijn genoeg mensen vervloekt. Daarom. En dat is ook bij deze zo. En zij weet niet waarom. Ze heeft een vader die ligt op bed. Ze woont bij een stel, maar ze weet ook dat dat stel is niet haar eigen ouders. En haar vader die kan alleen maar ijlen, verder niks. Zij weet ook niet waar dat door komt. En wat ook is, dat op het moment dat zij samen op dat eiland kwamen, begonnen er aardbevingen te komen. En het hele dorp, zeg maar, dat kleine eilandje waar ze wonen, die geven hun daar de schuld van. En op een dag gaat ze op onderzoek uit en gaat ze onderweg, maar alle mensen haten haar eigenlijk een beetje. En op de dag dat ze haar gevangen willen nemen, gebeurt er iets heel erg groots. Dan wordt ze uitgenodigd bij de dorpsheks. En die tussen iedereen die denkt dat het een heks is of iemand die hele grote dingen heeft bereikt ook. En op een gegeven moment komt zij in een soort van doolhof terecht. En daar ontvouwt zich het hele mysterie van Jane Doe. Wat een gigantisch avontuur wordt. Dit is het tweede deel. Jeremy Lachlan heeft voor mij al gepost dat er ook weer 2 andere delen nog komen. Maar die laten we nog even op zich wachten. Dus okay. Super. Het is wel een pittiger boek. Een pittiger boek. Ja. Pittiger boek. Oké, gaan we weer naar een wat laagdrempeliger boek. Dit is namelijk Ruimtegekte van Christopher Edge. In dit boek gebeurt iets wat je als zo nooit wilt, of misschien juist wel, namelijk je vader is een alien. En dat weet je eerst niet, want je vader die voedt je al een aantal jaren op. Totdat je op een gegeven moment een puber bent en op een gegeven moment denkt van ja, hij doet wel heel erg veel gekke dingen. Hij speelt een beetje met de zwaartekracht, hij springt gigantische sprongen, wat eigenlijk helemaal niet kan op een sportdag. Dus je vader doet mee aan een sportdag en denk je van hoe kan hij zo goed zijn? Als hij groente eet, dan wordt hij zelf groen. Dus er zijn dingen waar hij allergisch voor is. Nou, en op een gegeven moment denkt die vader van ja, ik moet het toch een keer aan mezelf vertellen dat ik een alien ben. Dus hij neemt hem mee op kamperen en op een gegeven moment laat hij zien van dit is de plek waar ik een x aantal jaren geleden ter aarde ben gestort. Nou, dit is dus een verhaal over een band tussen vader en zoon. Als je vader een alien blijkt te zijn en hoe je daarmee om moet gaan. Misschien is het wel een soort handleiding eigenlijk. Als je vader een alien is, wat moet je dan doen? Dan lees je dit boek Ruimtegekte. Als je bekend bent met allemaal intergalactische termen, dan voel je je helemaal thuis. Over intergalactische termen gesproken. Oh, ik wil daar dus 1 ding ophelderen. Ik heb geen groente gegeten, dit is gewoon water. we gaan naar een ander, iets laagdrempeliger boek, namelijk Jesse Kreek. Jesse Kreek heeft een ruimtegids en een ruimteatlas. Hoe werkt het boek? Het begin is zeg maar, Jesse is een jongetje die is heel erg arm. En armer dan arm. Ze eten iedere ochtend, iedere avond eten ze eigenlijk dezelfde soep. Hij is zijn moeder en zijn moeder moet altijd werken. En zijn moeder is jarig en hij wil voor zijn moeder een soort voetenbad hebben. Oh, welke moeder wil dat nou niet? Hij heeft geïnvesteerd in
beleggingen. En hij heeft nu komt er nog 60 euro. Op die leeftijd dan? Tekort, ja. Maar hij heeft zich helemaal ingelezen. Hij komt nog 60 gulden of euro, pond. Komt Bitcoin. Hij tekort. Bitcoin. Komt hij tekort voor dat voetenbad, een massagebad. En hij komt een advertentie tegen voor precies 60 euro. Hij klopt aan. Een professor doet open. Hij heet professor Stoelengang. Stoelgang. En uiteindelijk komt hij erachter dat er veel meer werelden zijn. En dat je kan reizen tussen die werelden. En daar maakt hij dus een heel bureau over. En ook een heel reisbureau. Een ruimteatlas maakt hij daarover. En dat, daar gaat heel dit boek over. En er komen allerlei dingen in terug. Professor Stoelgang? Professor Stoelgang. Oké. Okay. Stoelengang. Stoelengang. Ja, dus met een OU is het. Oh, dat is een Stoelengang. Stoelengang. Nee. Maar het is een super goed boek en super grappig eigenlijk. Het is heel erg grappig. Heel veel grappige dingen gebeuren. Oké. Okay. Dan gaan we naar het laatste boek van vandaag. Dat is namelijk Koning Roo, het ding uit de ruimte. Ik moet eerlijk zeggen, wat mij nog het meest verbaasde in dit boek, is dat Koning Roo dus een meisje is. Met een baard. Waarom verbaasd dat je? Ik heb nog nooit namelijk een meisje gezien die een baard heeft. En die niet een koningin is, maar een koning. Koning Roo, het gekke ding uit de ruimte. Dat gaat over Ben Starks. Die heeft, dit is het derde deel van de serie. Ben Starks heeft Koning Roo al een tijdje geleden ontmoet. En Ben Starks merkt op een gegeven moment op zijn basisschool dat er wat gekke dingen aan de hand zijn. Want de schoolverpleegkundige, die jat iedereen zijn schoenen. En er zit slijm aan het plafond. Dus nou, dat zijn al twee dingen dat je denkt, hier is iets niet in de haak. Hij gaat op een gegeven moment een onderzoek uit. En die schoolverpleegkundige die is helemaal bezeten van ruimtewezens. En die elk signaal van buitenaards leven, dat maakt haar panisch. Dus daarom heeft ze die schoenen in bezit genomen. Om te kijken, kan ik ontcijferen wie hier een alien is op school? Nou, Ben Starks gaat met Koning Roo allemaal proberen op te lossen. Dat wordt een hectisch avontuur in deze graphic novel. Met allemaal plaatjes, met analyses van voertuigen en dat soort gekke dingen. Deel 3 in de serie, dus als je al bekend bent met de serie, gewoon lekker doorlezen. En wil je dit gaan ontdekken, dan is dit voor ruimtefanaten zeker iets om te gaan lezen. Ben je nou ook nog ruimtefanaat? Er zijn ook nog wel andere boeken. Die heb ik zelf eigenlijk nog niet gelezen, dus vandaar dat ik me ook niet kan promoten. Ik weet wel dat ze er zijn. Bijvoorbeeld De Maanzaak van Stuart Gibbs heb je. En je hebt ook een reeks van Stephen Hawking. Een kinderreeks, Lucy Hawking. En dat vallen een paar boeken op. Aliens. Maar dat gaat over George. George in de ruimte. Oké. Okay. Dus en die zijn al 5 delen vooruit. Dus er zijn nog zat andere boeken over ruimte. Dus er zijn heel veel boeken over de ruimte. We hebben nu 5 voor jullie uitgepakt. Ja, maar dit zijn ook nog andere. Maar dit is het puntje van Saturnus, van de ijsberg. Ja. Ik denk, ik gooi er even een kwinkslag in, maar... Ik vond hem niet zo sterk. Dat heb je wel eens als je de opnames doet.